Yo, Dreamgeezers van me. Mijn naam is Unk. En leuk dat je weer kijkt naar Terraria. Het is zoals je ziet nog nacht. Het is nog eventjes nacht. Ik heb het laatste houtje wat ik had eventjes gebruikt om hier een klein beetje de bovenste gedeelte te bouwen. En ik mis nog een klein stukje, dus ik moet nog even een paar hout halen. En we moeten er al muurtjes maken, et cetera, et cetera. Ik ga alvast even de toortjes hier neergooien. Dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Oh, mijn toortjes zijn op verderie. Maar hey, als we kijken naar de map. Dan zien we dat we tot nu toe dit hebben geëxplored. We zijn hier een klein cave in geweest. We weten dat hier nog een beetje platinum zit. Maar ik wil eventjes verder kijken. Ik wil naar allemaal kistjes wil ik gaan hebben. Er is in ieder geval nog genoeg te doen in deze aflevering. Het is nu nog nacht. Maar ik denk als ik nu gewoon even een stukje ga lopen. Dat we niet heel veel last gaan krijgen van enge monsters. Aangezien het al bijna dag is geworden. En wat leuk trouwens dat velen van jullie Terraria een kans geven eigenlijk. Ik vind het best wel leuk dat jullie... Hey, ik ga eens weg. Go, gepie. Dat best wel veel van jullie eigenlijk het wel leuk vonden. Sommige van jullie konden Terraria al. Dus vonden het leuk dat er een Nederlands YouTuber deden. En sommigen van jullie konden het niet. En die geven het allemaal een kans. Dat vind ik allemaal leuk om te zien en te horen. En alles op en eraan. Nou, ik ga maar even lekker mijn pickaxe slaan. Want pickaxe is letterlijk nu mijn beste wapen. Er komen wel heel veel zombies aan trouwens. Is dit de lopende dood? Or is it not? Help me. Someone help me, please. De zombies are too strong. Oké, ik moet even een zwaardje gebruiken. Want die heeft nog een klein beetje knockback. Genoot, zombies. Oké, het is officieel dag geworden. Het is officieel dag. Dat betekent dat je nu allemaal weer oprotten. Kijk, deze plantjes die hier zijn. Deze. Die hebben we nodig. Deze plantjes hebben we nodig. Want die zijn stekjes waard, hè? Maar dat weet je allemaal. Dat heb ik jullie allemaal geleerd in de vorige de aflevering, joh. Maar nu gaan we een stukje verder. We kunnen nog wat boompjes hakken. Is niet per se nodig. Zouden we kunnen doen. Gaan we alleen niet doen. Dit is de nare mannen. Want nu komen we de corruption zone in. De corruption zone is een gevaarlijke zone. Want de gevaarlijke zone zit vol met dingen die me heel graag dood willen maken. Oké, en dan zijn hier ook allemaal gaten. En dan moet ik proberen niet in te vallen. Kan ik dit trouwens al hakken? Heb ik de pickaxe ervoor? Nee, dit kan ik nog niet hakken. Dan moet ik de eerst volgende pickaxe voor hebben. Dan kan ik dit allemaal weghakken. Oké, deze dingen die zijn gevaarlijk. Gewoon als jullie het weten, die dingen... Die zijn gevaarlijk. En ik wil even niet dat jullie mij gaan vervelen. Ga weg. Oprotten. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Hey, dit is jungle. Dit is toch jungle? Ja, dat is mutsblok. Dit is jungle. Hier zijn, we zijn bij jungle territorium. Okay, jullie mogen nu allemaal sterven. Ik wil eventjes met rust gelaten worden. Gaan we eventjes rope dingen. Kijk eens aan hoe mooi. Yes. Zo, dan kunnen wij hier weg. Pakken. En wegwezen hier. En dan gaan we hier lekker een bruggetje bouwen. En in de hoop dat we allemaal gewoon lekker... Niet doodgaan en gewoon blijven leven. Oh mijn god. Oké, we leven allemaal nog. Ik hoor een worm. En ik hoor een worm. En ik zie een worm. Ik ben bang voor de worm. Oké, we willen hier weg. We willen hier weg. We willen hier weg. Ik zie een wormpje. Au. Ik ben bijna neer. En ik vind het niet chill. Alles behalve chill. Wormpje opgedonderd. Ik moet nog geen power-up, zodat ik een dubbel jump of hoog kan jumpen. Het is gevaarlijk. Oh nee. Nee. Hier zijn de jungle. We are in the jungle. We waren er net. Are you kidding me? Ik kan je één ding vertellen. We hebben nog niet heel veel dingetjes te zoeken in de jungle. Dus we gaan denken over de desert. Als je weet dat de desert aan de linkerkant zit. Dan heb je aflevering 1 gekeken. Dan zijn jullie echt een makketjes. Dus ik geloof dat ik 1 heb gekeken. In plaats van alleen deze aflevering. Hier weer zo'n plantje. Dat geld waard is. Stacks. Oké, ik zie daar een gier. En gieren... Die zijn gevaarlijk, hè? Dat weten we. Dat hebben we de vorige aflevering al verteld. Dat zijn gevaarlijke beesten. Als we gewoon doorrennen. You can't catch us. You cannot catch us. Oh, is het een piramide? Is het een piramide? En piramides? Die? Nee, dat weet je nu wel. Van vroeger heb bij geschiedenis was al geleerd. Piramides zitten vol met schatten. Wat is trouwens een klein beetje sneeuw wat hier zit? What is going on inside of everything? Oké, we gaan gewoon meteen even loeren wat hier zit. Ik zie dat hier al een schattenkamer zit. Even concluderen. Het kan heel veel goeds betekenen. Ook dat we gewoon heel veel pech hebben. Maar ik kom niet heel vaak een piramide tegen. Oké, we gaan gewoon eventjes van die klo-stickies gooien. Dan weten we wat er gaan is. Kijk, geld. Allemaal geld, geld, geld. Potten. We hebben nu al 2,5 gold. En een kissie. Wat zit hierin? Farao masker. Lekker joh. We gaan eruit zien als de farao. Tutamangon jongen. Of hoe die ook heet. Oh, we hebben de traveler merchant is er. Die komt om de zoveel dagen komt hij langs. En dan kan je met hem traden voor leuke dingetjes. Dus we moeten zo meteen wel even naar huis om even met hem te traden. We zijn er nog meer schatten hier. Hallo. Zijn hier nog meer schatten? Ik ben Link en ik wanna deine schatten. Klo-stickies, die blijven maar lekker gegooid worden. Als dit het enige was, ben ik al een klein beetje teleurgesteld. Ik had wel iets meer gewild. Ik weet dat er een vliegende tapijt, zeg maar, ook in zo'n ding kan zitten. De kans dat we geen vliegende tapijt krijgen,
Wordt steeds meer nu ik... Ja, we hebben pech. Kijk wat een teer is waar we trouwens helemaal in gelopen. Oh, dat is nog wat. Oh, dat is een worm. Dat is een worm, dat is een worm. En I'm even none of that shit. Ik ben weg. Goed. The traveling Martian. Hij is hier, gozertje. I got money, I got sex. I want to shop. We kunnen een magic hat kopen. Dat ervoor zorgt dat we meer magic damage doen. Maar magic hebben we nog lang niet. En mijn DPS meter. Dat is chill. Dat is wel 5 gold. Dat heb ik nog niet. Ik kan 5 gold krijgen. Dat kunnen we wel kopen op zich. Ze hebben onze strange plans. Dan gaan we onze... de dice even verkopen. En de DPS meter, kom maar binnen. Zo, dan hebben we ook een goud kistje. Dan kunnen we uiteindelijk heel veel dingetjes sorteren op de kleur van de kisten. En ik wil voor mij bij jou ook eventjes een piggy bank kopen. Want die zet ik dan eventjes hier neer. En een piggy bank is een kistje die, waar jij zeg maar alleen als persoon in kan. En het zit aan een piggy bank is dat ik ook meteen mijn goud kan stekken. Dus dat wil ik ook heel graag. Nou, het is nog eventjes dag. Dus we kunnen nog een beetje gaan exploren aan de linkerkant. Ik ben de farao. En ik wil dat jullie allemaal luisteren. We kunnen in principe ook dit gat hier zo in. Om dingen te gaan exploren. Heb ik gewoon eventjes geen zin in. Daar zit gewoon met beesten waarmee ik niet geconfronteerd wil worden. Wat is nog steeds dat... Oh, dus hier ijsgebied. Maar dat is alleen een beetje gek gegaan. Het merged een beetje met de woestijn. Gek dat de woestijn naast het sneeuwgebied is. Maar vooruit, weet je. Ik ben geen game developer. Ik heb er helemaal geen verstand van, joh. En ik zie hier een caveje. Een klein caveje. Kunnen we misschien even exploren. Hij is wel heel klein. Nou, de enemies die we hier hebben zijn ice slimes. En niets veel heel anders geks. Dus we kunnen het hier wel even overleven. Ik zie allemaal potjes. Die kunnen we breken. Er zit een beetje geld in. En dat is het. Kijk, hier weer allemaal gekke dingen zitten. Het ziet eruit dat het alleen maar potjes zijn. Dat is jammer. Er zit ook een cave. Maar hier gaat een cave naar boven. Dus die gaan we eerst even exploren. Aangezien die wat kleiner lijkt. Ja, deze loopt dood. Maar aangezien het toch een beetje nacht begint te worden. Is het helemaal niet erg om eventjes zo'n lekker caveje naar binnen te gaan, denk ik. Als die een beetje aan de diepere kant is. Dan ben ik niet iemand die zegt dat ik er niet in wil. Oh, 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 oh. Dit is wel een flink caveje dit. Dit is er wel eentje. Dit noem ik wel eentje. Oh, oppassen voor ijs en zo. Dat we niet doorheen zakken. Allemaal ijsslijmpjes. Gaat nou toch eens weg. Ik moet echt een beter wapen gaan hebben. Ik moet een jojo hebben. Ik moet even wat spinnenwebben gaan krijgen. Zodat ik een jojo kan gaan maken. Oh, oh, oh. Hey. Hallo, ijskissie. Kom maar bij papa. Ice skates hebben we. Provides extra mobility on ice. Ice will not break when you fall. Kijk, dat is heel chill als we nu de ijsbiome gaan exploren. Kunnen we wel verder eventjes naar onder. Oh, er zit er nog eentje. Hey, dat is chill en chill. Wat zit in deze? Even loeren. Yes! The wearer can run super fast. Die hebben we altijd nodig. En we hebben een ice mirror. Met een ice mirror hebben we de recall potion niet meer nodig. Want die kunnen we gewoon infinite gebruiken als recall potion. Recall potions kunnen we desnoods nu allemaal verkopen. En die snelheidsboots zijn echt heel handig. Dat is een van de begindingetjes die je echt wil hebben. Daar gewoon lekker super snel van rennen. Ik ga iets meer de grotten in de hoop dat we iets van kobbelweb gaan tegenkomen. Want die heb ik als... Ik heb 70 kobbelweb bij me. Ik heb er nog 3 nodig. Wat denk ik trouwens dat er niet heel veel... Oh god. Kobbelweb zit in een ijsgebied. Undead Viking kan alsjeblieft doodgaan. Dankjewel. Dan wil ik ook eventjes wat lucht hebben. We kunnen weer verder exploren. Ik ben toch best wel tevreden met de fonds die we hebben. Ja, als dit op zaterdag online komt, dan is dit gewoon een zat aflevering tot nu toe. En wat zie ik hier nou? Extra kissy. Kom maar door hoor. Hey, hallo. Oh, lekker. We hebben een gold. We hebben een anti-gravity potion. Dat is heel goed. Want dan kunnen we even de skies gaan zoeken. We hebben ook een snowball cannon. Ik weet niet precies hoe we die gaan gebruiken. Maar die hebben we in ieder geval. Dat is leuk. En leuk. We hebben trouwens al genoeg kopweb. En eigenlijk mijn inventory zit aardig vol. Dus eigenlijk wil ik het liefst hier weggaan. Oh, hoe ver is dit? Dat kan ik overleven. Auw. Oh, hier. Oh, oh, oh. Minecart. Minecart is altijd goed. Is altijd goed. Is altijd goed. Een dying viking. Get that. Oh, even mee. Nee. Oh, wat deed ik? Dat was dom. Wat ik deed was heel dom. Was heel dom. Was heel dom. Quickstackie doen in het algemeen. Hier zo quickstackie doen voor mijn geld. Laten we hebben al 3 verschillende kisten. Dat is ook leuk. Die snowball can is gewoon 3,5 zilver gewoon waard. En ik kan hem niet gebruiken, want ik heb een sneeuwbals voor nodig. En ik heb geen idee waar een sneeuwbals komt. Dus weg ermee. Hoppakee, 3 gold erbij. Is gewoon heel veel geld. Ik heb ook allemaal leuke statues meegenomen. Die kunnen tot nu toe eventjes op het dak. Vind ik wel geinig. Ik moet trouwens eventjes wat hout gaan hakken. Want als ik hout ga hakken, dan kan ik mijn jojo krijgen die ik wil. Even kijken. Een wooden jojo. Yes, we got him. De stinkzwart die ik heb kan ik wel verkopen. We hebben hier trouwens ook een suspicious looking eye. Daarmee kunnen we een van de baas gaan summonen. Maar dat gaan we nu nog niet doen. Oh ja, als je trouwens een jojo wil zien. Oh, nou. In ieder geval, mijn jojo gaat zo. En als die eenmaal iets raakt, dan doet die damage erop. En mijn scheetkussen. Ja, ja, ja. Die gaat lekker in mijn piggy bank. We gaan zo meteen de gravity potion gebruiken. En wat de gravity potion doet, is letterlijk de gravity die je hebt. Dus zwaartekracht, dat draait die
om. Dus dan sta je deze op de kop. En Terraria heeft natuurlijk een gigantische tunnelsysteem. Je ziet hier dat we nog niet eens op de helft zijn van helemaal hieronder. Als het goed zit hier helemaal onder, zit hier de hel. Je hebt ook allemaal hele leuke avonturen. Maar je hebt ook nog een klein stukje hier, zoals je ziet, hierboven. Hier is ook allemaal zwart gedeelte. En daar kunnen dus allemaal vliegende wolken zijn. Of in ieder geval wolkeilandjes. En in wolkeilandjes zitten ook kistjes. En in die kistjes zitten een paar items die ik heel graag wil. Onder andere deze, de horseshoe. En die zorgt ervoor dat ik geen fall damage meer krijg. Dat is een heel sterk item, vooral bij het begin. Voordat je later in de game kan gaan vliegen. En die wil ik heel graag hebben. Dus we gaan een potion innemen. En there we go. Hoppakee. We zitten, oh, de hele wereld staat op de kop. We gaan even de minimap een klein beetje uitzoomen. Zodat we dingetjes kunnen spieken op de minimap. En we gaan nu een manier doen. Is de hele tijd zigzaggen. Oh, looks like Kel's throwing a party. Ja, verdorie. Ik ben net weg en dan gaan ze een feestje maken. Als de kat van huis is, dan is de muis op tafel. Verdorie. Maar in ieder geval wat je kan zien hier op de minimap, is dat ik een bepaalde zigzag maniertje doe. Dan kan ik zoveel mogelijk ontdekken binnen de aantal minuten die ik heb. In de hoop dat ik zo'n lekker eilandje tegenkom. En er zijn ook andere monsters natuurlijk hier. Momenteel zijn er alleen maar harpies. Dat zijn die dingen die je net zag. Oh. Zie ik daar nou wat? Voor mij zit hier een lekker eilandje. Of lijkt het zo? Ja, er zit een eilandje. Hoppakee. Wel voorzichtig landen. Anders krijg je nog steeds fall damage. Dat kistje, dat hebben we nodig. Kistje, looten, plunderen. Yes, we hebben hem al. We hebben geen fall damage meer. Top. Nou, laten we die meteen even equippen. We hebben wat we wilden. Maar goed, we hebben nog meer dan een minuutje deze power-up. Dus we gaan hem even doorzoeken. Oh, we landen gewoon. Kijk, zie je? Ik heb geen fall damage. Wat zit hierin? Nog eentje. Are you kidding me? Ik heb niks aan twee. Trouwens, die deuren zijn wel leuk. Ik wil die deuren wel hebben. Die andere deur moet ik eigenlijk trouwens ook pakken. Ik vind het wel een leuke deur om mijn eigen huis te zetten. We hebben nog maar 35 seconden om deze power-up te gebruiken. Nou, oké, één ding vertellen. Mijn pose is uitgewerkt. De kans dat ik nu nog een eilandje tegenkom is zeer matig, zeer klein. En ik kan je vertellen, we gaan helemaal niks vinden. Maar we kunnen wel meteen door met exploren, zoals je hier kan zien. En boom, geen fall damage, dat is lekker. Want hier, de lucky horseshoe negates fall damage. En dat is gewoon super relaxed. Hier zit ook een lekker gigantische boom in de weg. Ga toch weg, joh. Oké, hier is nog meer corruption. Deze heb je aan allebei de kanten heb je wel corruption. Maar deze staat iets verder weg dan degene die ik bij de andere kant tegenkwam. Dan vraag ik een beetje of ik hier een beetje makkelijk doorheen kan. Maar het valt nog wel mee hier. Ik zie dat het een beetje ook desert is hier zo. Ik denk dat alles wel een beetje wat aan de vlakkere kant is. Dus dat is mooi. Dan kunnen we er goed overheen. Behalve hier zo zit weer een gigantisch gat. En daar wil ik snel overheen. Ik wil hier niks meer te maken hebben. Dankjewel. En toen het ook. Kijk, yo-yo is ook heel makkelijk om mensen te zonen. Of in ieder geval monsters. Oké, hier is een gigantische zandberg. Ik vind dat niet zo leuk. Ga weg, ga weg, ga weg. Blijf hem af. Blijf hem af. Hashtag me too. Hashtag me too. Jongen, blijf nou eens gewoon even een keer van me af, joh. Ben ik gewoon lekker mijn pikkers aan het swingen. Stop, 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 stop. Ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Ah, ik ben bijna dood. Ik was bijna dood. Ik had een potion ingenomen, anders was ik dood. Sorry, weg met die gigantische berg. Ga weg met jullie hoofden. Ik wil je weg. Ik wil je weg. Ik wil je weg. Ik wil je weg. Ik zeg dat ik je weg wil. En dan wil ik je weg. Jullie hebben geen recht op mijn lichaam te nemen. Het is 2019. Je moet meer tangers van iemand afblijven. Zit hij een beetje vast in een hoekje gedreven. We gaan gewoon een escape room nemen. Oh, nee, 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 nee. Nee, nee. Niet zomaar mijn kamer inkomen. Ik ga hier. Ga ik er gewoon langs en uit en weg. Nee, wegwezen. Uit mijn escape room. Ben je helemaal gek geworden, joh. Ik ben bijna neer. Dus we gaan even lekker een poosje nemen. Waarom is deze corruption zo groot allemaal? Ga weg! Ik heb wel weinig blokjes om nog mee te bouwen. Dus ik moet even wat rope gaan gebruiken, denk ik. Kun je wel wat ropes gooien? Ja! Nee, nee, nee! Oh, mijn god. Ja, natuurlijk, ik heb geen fall damage. Wat ben ik bang. Ik ben uit het gat geklommen. Dat is mooi. Maar in het begin hebben we nog zoveel moeite met al die monstertjes. Hey, ik zie daar water lopen. Dat betekent maar één dingetje. Dat daar een eilandje zit. Of het kan ook alleen een wolk zijn. Dan is het jammer. Maar dan kan het ook gewoon een lekker wolkje is. Dat is zeker ook wel aanwezig. Jullie gaan allemaal weg. Ik wil niks met jullie te maken hebben. Opgerold. Oh god, ze gaan me allemaal doodmaken. Ze gaan me allemaal dood willen maken. I am going to escape. Ik zie dat er heel veel regen valt. Dus ik denk dat het betekent dat het gewoon een normale wolk is. Nou, een lekker wolkje hier. Dat is heel goed om te weten. En die stinkdingen zijn hier nog steeds. Ik word helemaal gek van. Ik wil gewoon naar mijn wolk toe. Ik wil gewoon naar mijn wolk toe. Laat me terug. Ik ben bij dood. Ik ben bij dood. Ik ben bij dood. Ik ben bij dood. Laat me met rust. Heb je deze gozer nooit van privacy gehoord? Jemig zeg. Ga eens weg. Naast aan het alles vind ik gewoon dat de achtergrond verandert. Zo van, oh, je bent weer een normale gebied. Maar die stinkbeesten blijven maar komen. Maar ik wil dat ding eventjes gewoon volledig op de kaart hebben. Ga nou weg. Echt, stom met spannen. Nou, dit is in ieder geval een wolk die we ook altijd tegen kunnen komen. Als we die crafty post hadden gebruikt. Wat is hij trouwens aan het doen? Wat de hel? Oké, ik ga even door. Toedeledokie. Ik heb toch geen fall damage meer, dus boeit me niet. Ik ben weg hier. Hopelijk is deze corruption bijna weg. Trouwens, die snelheid die je hier ziet, dat zijn die ene boots die ik heb opgepakt. Dat ik zo super snel kan rennen. Dat komt dus door die boots. Gewoon van lange tijd, gewoon zonder enige tegenhoudige mannen,
blijf rennen. Dan blijf je gewoon zo met die speed gaan. Hey, we hebben de dungeon gevonden. Hey, nice. En dit is de dungeon master. Daar kunnen we een boss bij oproepen. Even kijken of we toevallig al... Toevallig ergens hier... al een magic boekje op kunnen pakken. Dat is heel chill. Oh, 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 oh. 2, 3, 4, 5. 5 gold. 5 gold. Dat is chill. Dat is heel fijn en chill. Ik denk niet dat we... Nee, we gaan niet verder dan hier zo. Oké, top. Oh nee, oh nee, oh nee, ik wil niet verder. Als we verder de dungeon in gaan zonder de baas te verslaan, dan komen de skeletons en die one-shotten mij. Maar soms in deze boekenkast zit er een magic boekje. En dat magic boekje, dat is gewoon best wel sterk. Jammer, we hebben dat gelukkig niet. Wat we trouwens wel hebben, is lekker... Oh, 9 gold, joh. Dat mag echt niet dood, want dan ben ik de helft van dat geld kwijt. Ik zie trouwens een leuk konijntje met een feesthoedje op. Als ik hem vang, heeft hij nog steeds een feesthoedje op. Ah, het is gewoon een normaal konijntje geworden. Verdorie. Zie hem daar zitten nu. Hij beweegt niet meer. Ik heb gewoon zijn nek omgedraaid. En ik laat hem weer achter. Ik heb het gevoel dat we al bijna bij het einde van de wereld zijn. Kijk hoor. Ja, we komen er al. We komen bij de oceaan. Daar heb je ook nog wat kistjes. Dan heb je onderwaterkistjes. Die wil ik ook nog graag hebben. Zodat ik nog meer verschillende kistjes heb om te ordenen. Maar dan kun je ook wat leuke loot uit krijgen. Nou, kom op. Waar blijft die strand? Hé, hey, we zijn er. We zijn bij het strandje. De achtergrond is veranderd. Kijk eens aan. Oh, we hebben ook een NPC hier. Hé, hey, Gogepie. Nou, bij deze kijk kunnen we allemaal questen elke dag nemen. Onder andere, nou niet onder andere alleen, maar vissersquesten. Dus dan kunnen we vissen en dan kunnen we een splitje van hem krijgen. Dat is wel leuk. En de party is overzicht. Oh, ik wil echt net bijna naar huis toe gaan. Dan is het feestje al voorbij. Wat zonde. Dan kunnen we naar beneden. Dan gaan we het kistje looten. Pas op dat er geen haaien zijn. En dan peace out. Gebruiken we de mirror om terug naar huis toe te gaan. Oké, dit is ongeveer het midden. Dan gaan we alvast eventjes wat glowstickjes gooien. Zodat we alles al kunnen zien onder water. Van waar alles is. Blijf gooien, blijf gooien, blijf gooien, blijf gooien. Over haaien gesproken. Over haaien gesproken. Oh, nee, 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 nee. Er zitten echt heel veel kistjes. Heel veel. Maar we can't, we can't, we can't. Het is een haai. Het is een haai. Oh, we waren bijna dood. We waren bijna... Nog één tikkie. En we waren dood door die haai. Maar ik kon deze bijna 10 goud daarvoor niet riskeren. Absoluut niet. Absoluut niet. Ik ga vast deze deur hier weghalen. Zodat we deze deur hier neer kunnen zetten. Dit is een leukere deur. En een nieuw kistje. Daar zitten we ook alvast hier neer. Nou, ook een lekkere lucky horseshoes. Ook een gold waard kunnen verkopen. Ja, toen het gaat allemaal wel prima. Nou, kan je zien wat we ongeveer hebben ontdekt hier zo. Dit Gogepie zit nog steeds hier zo. De questman, maar die komt uiteindelijk hier zo bij ons gaan wonen. En als we gaan kijken, dan komt hij denk ik hier zo wonen. Ik kan vast het huis wel bij hem zetten, dat hij hier mag wonen. Aangezien we al dus 6 NPC's hebben en maar 6 huisjes, dan betekent wel dat het een goed moment is om de andere 6 kamers alvast te gaan maken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 deuren hebben we nodig. We hebben het algemeen even gewoon meer hout nodig. En de meeste hout kunnen we eventjes makkelijk aan de linkerkant halen, denk ik. Dus ondanks dat het donker is, ik ga even wat hout sprokkelen. Zodat we onze huizen wat mooier en groter en beter kunnen maken. Er zijn wel veel oogballetjes. Jemig, er zijn gewoon 4 oogballen omheen. Als ik gewoon mijn pickaxe of in ieder geval mijn axe buiten behoud, dan heb ik elke keer knockback op ze. Gaan ze langzaam dood? Dus echt... Hallo, er zijn echt letterlijk 6 hier. Kom op, geef me ook een beetje rust hier. Verdorie. Give me some peace. I can't see shit. Snap je? I can't see shit. Omdat jullie oogballen zijn die vliegen. I can't even see the sky anymore. Ik kan de lucht niet meer zien. Ga weg door jullie. Met jullie oogballen. Laat me ook wat kunnen zien. Ik ben echt helemaal zat. Ik ben helemaal zat. Ik heb een yo-yo. Ik ben niet bang. Ik heb een pickaxe. Pickaxe doet veel damage. Pickaxe doet veel damage. Ik ga HP erbij eten. Kom op. Hier. Weg. Weg. En dood. En ga dood. Leeft er nog maar eentje. Dat is prima. Ja, ik zeg wel tegen. Gelukkig zijn er geen Oh. Ik wilde net zeggen. Gelukkig zijn er geen zombies. Zie ik letterlijk aan de linkerkant 2 zombies aankomen kakken. Nou, oh, en het gaat ook nog eens regenen ook. Gezellig, joh. Nou, in ieder geval regent niet zo vervelend als in Minecraft. Want als het in Minecraft regent, word ik een beetje depressief. In Terraria valt nog wel mee. Want, oh ja, we zitten niet in hard mode. Of nog niet in hard mode zitten we. Later is het dus heel... Oh, bij mij dood. Bij mij dood, bij mij dood. Wegwezen. Uiteindelijk is het dus de bedoeling dat het gaat regenen als je eenmaal een bepaalde baas hebt verslagen. Dat is de Wall of Flesh. Die kan je uiteindelijk in de hel verslaan. En als het dan regent, dan kan er een wolkje spannen. En met het wolkje kunnen we een goed item krijgen. Oké, dat is allemaal voor later, joh. Dat is over een aantal afleveringen pas, joh. Kootje is niet zo ongeduldig doen. We hebben in ieder geval heel veel hout. Dat is mooi. Dan ga ik even deze 6 kamers inrichten. En dan zijn we dadelijk allemaal tevreden. Trouwens, een tipje als je Terraria speelt. Hou Ctrl ingedrukt. Als je Ctrl indrukt, dan doet de dingen gewoon automatisch voor je. Dan gaat hij predicten wat je ongeveer wilt. En 9 van 10 keer werkt het altijd gewoon heel erg goed. Dus een tip. Als je je kamer in wil richten, of iets wil doen, of dingen wil minen, of iets in de richting, gebruik Ctrl. Ctrl is je beste vriend in Terraria. Zo, in ieder geval de muren zijn af. Dan zetten we overal even de deuren in. En alleen nog even een tafeltje overal neerzetten. Ik zie dat we hier nog geen light sources hebben. Dus gaan we ook even fixen. Zo. Laatste kamertje hier nog eventjes inrichten. En dan zijn we
klaar. We gaan kijken of ze allemaal suitable zijn. The houses are suitable. Nou, dit is in ieder geval heel fijn. Want we kunnen weer 6 nieuwe NPC's bij. We hebben nog heel de rechterkant aan het exploren. Maar wat mij ook wel heel leuk om te exploren is eventjes mijn cave. Ik heb natuurlijk een gigantische cave. En dan gaan we eventjes naar beneden. Ik heb toch geen geld. Dus dingen kunnen toch niet makkelijk kwijtraken. En we hebben ook geen fall damage. Dat is ook in ieder geval heel fijn. Oh, ik ben hier een keertje dus gedood gegaan. Maar ik ben dus echt het gangetje daar aan de rechterkant ingegaan. Nou, in mijn geval is nu heel water heel erg naar. Want water is heel fijn. Als je naar beneden toe mij dat je geen fall damage meer kan krijgen. Alleen het nare bij mij is, ik kan er wel fall damage, of ik kan geen fall damage meer krijgen omdat ik het item heb. Maar ik heb nog wel wat stinkwater. Maar dat gaat nu langzaam weg. Water kan trouwens heel chill stromen in Terraria. Niet zoals in Minecraft dat er één source is. En dat kan alles verzorgen. We alles verpesten. En dit spel is wel goed gemanaged, dat water. I'm gonna dig straight down. Ik zit weer een nieuw water. Verdorie. Ben ik net van het water afkom weer een nieuwe. Nou, dan hebben we hier een lekker stukje waar we weer een gedeelte water kwijt kunnen raken. Hoop ik. Ja, je hebt wel een gangetje. Je kunt even lekker vol mee laten lopen. En het zit al vol. Oké, we hebben nog steeds wel wat water in ons gangenstelsel. Maar dan kunnen we hier ook weer kwijtraken. Yes! Ik hou ervan als we lekker gangen tegenkomen om het water kwijt te raken. Maar niet als die gang, zoals die hier zit, ook weer vol met water. Ook zie Minecraft systeem. Ga ik committen? Ik kan niet committen. Ik kan niet committen. Oh, want ik ga mijn dood. Top. We hebben hier een railroad systeem. Of een trein systeempie. Minecraft systeempie. En deze, die gaat niet heel ver. Maar misschien de andere kant op. De andere kant hebben we misschien wat meer geluk. En meestal komen we altijd van die hele leuke, interessante dingen tegen. And I am very curious. I want to see platinum, baby. Uh-oh. Ik zie platinum. En platinum wil ik hebben, want platinum, daar kunnen we goed armor van maken. Het beste armor die we tot nu toe eventjes kunnen krijgen. Alle kleine beetjes helpen. Hey, wat is dit? Dit is een pilaar. Oké. Eigenaar. Oh. Dat is dat detonate meuk. Dat willen we niet hebben. Maar wel heel veel van dit soort oors. Die gaan we ook maar even hakken. Een luchthapstukje hier maken. So we don't die. Nee, de mijn kan nog even de andere kant op. Hey, wat zie ik daar? En life crystal. Dat is goed. Dan hebben we iets meer HP. Je kan bij het begin tot 400 HP krijgen. En dan heb je uiteindelijk nog later in de game mogelijkheid om 500 HP te krijgen. Maar zo snel mogelijk aan de 400 gaan is wel echt nodig. Als we uiteindelijk wat bazen willen gaan verslaan. Je kan er willen proberen met 100 HP bazen verslaan. Ik kan je alleen dingen zeggen. I do not recommend. Nou, al het water is ook weer weg. Dat is toppie. Kunnen we nog even een stukje down gaan mijnen. Nou, gaan we meteen een hop naar her. Want dan gaan we meteen weer nieuw water in. Water kunnen we hier weer kwijtraken, zie ik. Dat is mooi. Grapje, het is een klein gaatje. En hier hebben we... Oh, hallo. Nieuw train wreck system. Kom maar bij papa. Kunnen hier een beetje kijken. Oh, heel veel kobbelweb. Oké, kom maar. I can use that. Zijn hier van die spinnendingetjes? Dat zou ook wel mooi zijn. Oh, dit is spinnengebied. Dit is spinnengebied. Dat is mooi. Maar is het ook groot genoeg spinnengebied dat we hier ook nog wat lekkere kistjes kunnen vinden van spinnen? Moeten we nog even zien. Het is wel echt wel nog niet groot zo te zien. Maar het zit wel vol met spinnen. Hey, life crystaltje. Kom maar. HP erbij. Oh, en hier eindigt die al. Dus hier zit voor de rest niet heel veel bijzonders. Wat ik hier wel zag, was wat platen. Dus die wil ik wel graag hebben. Zo, kom maar door. Hey, hallo, mevrouwtje. We hebben een nieuwe NPC gevonden hier. Die dat in dit soort gebied zit, ze verstopt. Ga alsjeblieft niet dood door deze spin. Ga alsjeblieft niet dood door deze spin. Dankjewel. Maar daar kan je haar dingetjes doen en zo. Dat is gewoon leuk. En leuk. En cute. Ik wil die weg. Die zijn geen kistjes. Die spinnen zijn veel te sterk. Goed. Zit er nog wat aan de andere kant van deze train wreck? Of is dat iets wat te veel gevraagd? Hey, topaz. Dat is een oor zoals emerald en diamonds. Heb je niet heel veel aan. Behalve dat je een lightsaber van kan maken. Dat is pretty much alles waarvoor ik het gebruik. Hey, wat is hier? Oh, is hier. Ah, nee! Ik ben dood. Ik ga door een boulder. Nee! Ik ga door een trap en ik zag hem niet eens. Nou, we zijn weer thuis. Ik kan mezelf healen bij mijn B. Zijn gelukkig niet al te veel geld kwijt. Maar goed, best wel pittig. Prima afleveringetje. We hebben 2 nieuwe NPC's erbij. We kunnen nu snel rennen. En we hebben geen fall damage meer. Trouwens, correctie. We hebben 3 NPC's erbij. Ik kom ineens ver voor langs. En we hebben heel veel van de wereld ontdekt. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Vergeet me niet hier 2 andere video's aan te klikken. En ik zeg gewoon om 1 ding. En dat is later. Later.